Nederland gaat de werkloosheid is langzaam aan het toenemen. Dus het idee van dat andere landen naar Nederland moeten kijken als voorbeeldland, dat is een beetje aan het verdwijnen. Het is nu Duitsland, Oostenrijk. Dat zijn dan de landen die als voorbeeld worden genomen om te zien hoe je de werkloosheid heel laag kunt houden. Nou, wat je ziet is dat verschillende landen, die hebben verschillende combinaties van arbeidsmarktinstituties. Hè. Sommige landen hebben kortdurende werkloosheidsuitkering, andere duren iets langer. Sommige hebben een ontslagbescherming die vrij stevig is, of die hebben een duale arbeidsmarkt waarbij sommige mensen heel sterk worden beschermd tegen ontslag en andere vrijwel rechteloos zijn. En het blijkt dat je heel moeilijk een optimale combinatie van al dat soort arbeidsmarktinstituties kunt vinden. Ja, dus de ene, als je ook terugkijkt in de tijd, in de jaren 80 denk ik dat het Zweedse model erg populair was met een stevig actief arbeidsmarktbeleid. Nou, begin van de jaren 90, toen ging het heel slecht in Zweden. En op een gegeven moment kwam Nederland als rolmodel, omdat blijkt dat wij een sterke groei van de werkgelegenheid hadden, terwijl het in andere landen veel minder sterk ging. Daarna kwam het Deense model, dat sijpelt nog steeds wel een beetje door. Flexicurity, een flexibel ontslagrecht, maar toch een hoog uitkeringsniveau. En nu gaat het richting Duitsland en Oostenrijk. En Oostenrijk heeft de laagste werkloosheid van Europa. Maar wat dat nou precies is, dus waarom het in dat soort landen zo goed gaat, dat is heel moeilijk te zeggen. En het is ook nooit één ding wat anders is. Het is altijd een combinatie van maatregelen. Kijk, beleid maken is altijd een moeilijke kwestie, maar je kunt wel dingen leren van andere landen, maar om dat vervolgens voor elkaar te krijgen, dat is ook wat ingevoerd, dat is heel moeilijk. Bestaat de perfecte arbeidsmarkt wel? Nee, de perfecte arbeidsmarkt die bestaat niet. En daarom hebben Tito Boer en ik, die hebben erover na zitten denken, van moeten we, als je de arbeidsmarkt gaat analyseren, moet je er niet veel meer uitgaan van het principe dat een arbeidsmarkt niet perfect is. En binnen die imperfecties kijken hoe de inrichting van je arbeidsmarkt leidt tot bepaalde uitkomsten. Dus wij analyseren arbeidsmarktinstituties, zeg maar wetten, regelgeving, gewoonten. En daar behoort onder andere ontslagbescherming, minimumloon, werkloosheidsuitkeringen, actief arbeidsmarktbeleid en dat soort zaken. Dat hoort daar allemaal bij. Op de huidige arbeidsmarkt is het een idee om leeftijd te gebruiken. Dat je met name jongeren aan een baan helpt en de ouderen van de arbeidsmarkt probeert af te halen. Zit die inwisselbaarheid, heeft dat zin? Nee, dat is een oud idee. En elke keer komt het weer omhoog. Als de werkloosheid iets oploopt, dan blijkt dat de werkloosheid onder jongeren altijd veel sterker oploopt. En jongeren hebben nog een zwakke arbeidsmarktpositie, komen op de arbeidsmarkt en worden in eerste instantie werkloos. In de recessie neemt die werkloosheid onder jongeren veel sneller toe. Maar als het dan weer iets beter gaat op de arbeidsmarkt, dan daalt die werkloosheid onder jongeren ook veel sterker. En elke keer als de jeugdwerkloosheid zo hoog oploopt, dan komt er in de discussie, moeten we de ouderen niet iets eerder laten gaan? Nou, we hebben naar gekeken, we hebben landen met elkaar vergeleken. En dan blijkt eigenlijk dat in die landen waarbij veel ouderen aan het werk zijn, ook de jeugdwerkloosheid erg laag is. En het ene heeft niet zozeer direct te maken met het andere, maar het heeft meer te maken met hoe goed functioneert je arbeidsmarkt. In een goed functionerende arbeidsmarkt, dan is er zowel een hoge werkgelegenheid onder ouderen als een lagere werkloosheid onder jongeren. Het een heeft niet rechtstreeks te maken met het andere. Die gedachte dat je door ouderen eerder met pensioen te laten gaan meer banen creëert voor jongeren, dat is gebaseerd op de misvatting dat er een vast aantal arbeidsplaatsen is.